Het Italiaanse leger van de Tweede Wereldoorlog. Veel mensen denken dan aan de campagne in Noord-Afrika. Maar wist jij dat er meer Italiaanse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden op het Europese vasteland? Op verschillende plekken. In Italië, in de Balkan en in de Sovjet-Unie. In deze video leer jij meer over het Italiaanse leger van Benito Mussolini 1940-1943. Blijf kijken. Italië had op papier een groot leger. Toen Italië begon met vechten in de Tweede Wereldoorlog met een oorlogsverklaring naar de geallieerden, op 10 juni 1940 had het leger zo'n 1,5 miljoen soldaten en later 2,5 miljoen soldaten. Italië was in staat om een oorlog te voeren met maar één campagne. Zoals in de Eerste Wereldoorlog, toen vochten ze het noorden van Italië tegen de Oostenrijk-Hongaren. En ondanks alle moeilijkheden wist het Italiaanse leger stand te houden tegen de Oostenrijk-Hongaren en kwam als overwinnaar uit de strijd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was dat niet het geval. Het Italiaanse leger had voor de Tweede Wereldoorlog al actie gezien in Ethiopië, Spanje en Albanië. Een grote zwakte van het Italiaanse leger zat hem in het feit dat het leger op papier groter leek dan dat het was. Dat komt omdat er per Italiaanse divisie maar 2 infanterieregimenten en 1 artillerieregiment zaten. Daarom waren de Italiaanse divisies veel kleiner in vergelijking met andere Europese mogendheden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar komt nog eens bij dat er maar 20 van de 73 Italiaanse divisies volledig bewapend en bemand waren. Daarnaast was veel materiaal verouderd. De Italianen hadden zo'n 8000 stukken geschut, maar slechts 250 stukken daarvan waren na 1930 gemaakt. Dat wil zeggen dat veel kanonnen nog dateerden uit de Eerste Wereldoorlog. Het Italiaanse uniform was een grijs-groen jasje van wol met een open kraag. En daaronder droegen de soldaten een overhemd en een stropdas. Soms droegen ze daar ook wel eens een kooltrui eronder. Gedurende de oorlog werden de uniformen van steeds mindere kwaliteit. De overjassen die de Italiaanse soldaten droegen waren sowieso van slechte kwaliteit en beschermden de soldaten niet tegen de bittere kou in Rusland. Deze capes die je hier ziet boden veel betere bescherming tegen de kou. Daarnaast ontwikkelden de Italianen later ook winterkleding. De Italiaanse generaal Giovanni Messe kocht op eigen initiatief bondmutsen voor zijn Italiaanse troepen. Hier zie je de normale veldmuts en deze hoed was voor de bergen en deze voor het speciale garderegiment de Bersaglieri. Dit was de Italiaanse helm die ze droegen tijdens de oorlog en sommige troepen droegen deze oude Eerste Wereldoorlog variant. De Italiaanse soldaten hadden een riem met daaraan 2 patroontassen en een bajonet. En daarnaast ook nog een rugzak met de nodige uitrusting. De Italianen hadden wijde broeken en droegen beenwindsels. En hun schoenen waren van enorme slechte kwaliteit. De schoenen werden ook wel eens spottend kartonnen schoenen genoemd, die niet bestendig waren tegen het extreme weer in Rusland tijdens operatie Barbarossa. De Italiaanse soldaten droegen het M1891 Mannlicher Carcano geweer. En er bestond ook nog een moderne versie uit 1938. Dan had je ook nog de Italiaanse carabinieri. Dat was een soort militaire politie, een soort marechaussee, die herkenbaar waren aan deze hoeden. En dan had je ook nog de MVSN en dat waren de zwarthemden. En oorspronkelijk was dat een paramilitaire groep van Mussolini's fascistische partij. Zij droegen het Italiaanse uniform, maar daaronder hadden zij een zwart overhemd en stropdas. Er hebben ook nog Kroaten, Albaniërs en Kozakken in Italiaans uniform gediend. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zag het Italiaanse leger voor het eerst actie tegen Frankrijk. Want op 20 juni 1940 viel Italië Frankrijk binnen. Duitsland was het land al ver binnengedrongen vanuit het noorden en het zag eruit dat Frankrijk zich spoedig zou overgeven. Niettemin kwamen de Italianen vaak niet verder dan de Franse voorposten en ze wisten hooguit enkele dorpen te veroveren. Nadat Frankrijk zich overgaf aan Duitsland en dus ook aan Italië, ook al had Italië weinig bereikt, kreeg Italië een stukje van het zuidoosten van Frankrijk. In oktober 1940 vielen de Italianen Griekenland binnen. Dat deden zij vanuit Albanië. Albanië hadden zij daarvoor al veroverd en Mussolini hoopte dat Griekenland spoedig verslagen zou worden. Echter, het Griekse leger bleek groter dan verwacht
en bood taaie tegenstand. Het verliep zo dramatisch voor de Italianen dat ze zelfs Albanië werden ingedreven en een stuk van Albanië verloren aan de Grieken. Uiteindelijk viel in april 1941 Duitsland zowel Joegoslavië als Griekenland aan en wonnen de Italianen alsnog, dankzij Duitsland. Overigens hebben de Italianen ook geholpen met de verovering van Joegoslavië. En dankzij Duitsland heeft Italië stukken van Joegoslavië en Griekenland kunnen bezetten. Op 22 juni 1941 viel Duitsland de Sovjet-Unie aan en besloot Mussolini een Italiaans korps naar de Sovjet-Unie te sturen om de Duitsers te helpen. Uiteindelijk leden de Italianen grote verliezen aan het Donfront, aan de rivier Don, eind 1942. Het 8e leger telde zo'n 330.000 soldaten en verloor zo'n 80.000 soldaten met ook nog eens 30.000 gewonden. In de zomer van 1943 vielen de geallieerden het Italiaanse eiland Sicilië aan. En spoedig zou Italië zich overgeven. Dat gebeurde in september 1943. Was dit het einde van Italië tijdens de Tweede Wereldoorlog? Nee. Maar hoe het verder ging met Italië tijdens de Tweede Wereldoorlog, vanaf september 1943, dat is iets wat ik in toekomstige video's ga uitleggen. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Ga ook naar mijn Engelse kanaal. En als je meer wilt weten over bijvoorbeeld het Hongaarse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog, klik dan hier. En hier heb je de playlist voor alle niet-Duitsers die voor Duitsland vochten in de Tweede Wereldoorlog. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer.